Welkom. In dit derde deel gaan we werken met de Follow Me tool. Dat is deze tool. Uiteindelijk kun je daar structuren mee maken zoals dit torentje hier. Maar we beginnen even bij het begin. En de Follow Me tool is vooral in eerste instantie gemaakt om een probleem op te lossen. Als je werkt met deze tool die je al kent, de push-pull tool in het Nederlands, duwen-trekken tool. Die zou je kunnen gebruiken bij dit huis. Ik heb hier een klein huis gemaakt. Dit zou je inmiddels op het balkonnetje na moeten kunnen maken, als je deel 1 en 2 van deze serie hebt gezien. En in dit huis, rond dit huis wil ik een soort band maken aan de onderkant van elke muur van dit huis. Ik zal even laten zien wat ik daarmee bedoel. Ik teken hier even een lijntje op die deurpost. En dan gebruik ik de push-pull tool om hier een band, deze band bedoel ik, die rond het huis moet gaan. Alleen die stopt hier. Die gaat niet om het hoekje. Nou, daar is een tool voor gemaakt en die heet de Follow Me tool. Dat is deze. Daar klik ik op. Je kunt nu, als je rond heel het huis wil, deze tool gebruiken. Je moet dan altijd een vlak kiezen. En dan gaat hij om het hoekje. En ik zou zo rond heel het huis kunnen gaan. En op die manier een band maken. Maar ja, en dan heb je hier weer een probleem. Hoe kom je nou om dat hoekje? Dus daar is een betere manier voor. Ik doe het even ongedaan maken. Ctrl-Z. En ik ga eventjes terug naar waar ik was. Namelijk hier. Wat je beter kan doen is eerst een lijn of een aantal lijnen selecteren die dit vlak dadelijk moet gaan volgen. Dat is eigenlijk de basis van de Follow Me tool. In dit geval kan ik het beste eventjes het huis van de onderkant bekijken. Ik wil namelijk dat die band die hier dadelijk begint helemaal langs alle muren gaat. Dus in feite wil ik dat hij deze lijn volgt van de buitenkant van het huis. Dus wat doe ik nou? Ik klik op de Select tool, dit zwarte pijltje. En dan begin ik gewoon de lijnen te selecteren die die band dadelijk moet volgen. Nou, dit is de eerste. Als ik nou op de volgende klik, dan is die weer vergeten. Dus dat werkt niet. Ik heb daarvoor een oplossing. SketchUp heeft daarvoor een oplossing. Je houdt de Shift-toets ingedrukt. Kijk even goed naar de muisaanwijzer. Op het moment dat ik op Shift druk, dan komt daar een plus-minus tekentje bij te staan. Dat is plus en min. Op het moment dat ik op een lijn klik, telt hij die op bij wat ik al geselecteerd heb. Mocht ik dan per ongeluk een vergissing maken, dat ik deze lijn erbij pak, moet ik gewoon nog een keer op die lijn klikken en dan haalt hij hem weer vanaf. Vandaar de min, de plus en de min. Het gebeurt ook best vaak dat je ernaast klikt, naast die lijn, dan selecteert hij in één keer een vlak. Dat wil je niet. Dus dan klik je gewoon nog een keer op dat vlak. En dan is dat vlak niet meer geselecteerd. Nou, zo volg ik heel de buitenkant van het huis. Ik maak af en toe een foutje, dat kan. Ik heb laten zien hoe je dat kan oplossen. Nou, ik heb eigenlijk toevallig nu meteen al laten zien hoe je alles in één keer kan selecteren. Dan heb ik nog wel een probleem, want ik wil niet dat hij deze stukjes volgt. Ik weet niet of je het net gezien hebt, maar ik heb gedubbelklikt op dit vlak. Dan selecteert hij meteen al die lijnen. Als ik dan de Shift-toets ingedrukt hou, ik klik nog een keer op dat vlak, houdt hij die lijnen wel geselecteerd. Dan moet ik alleen nog op deze lijnen klikken. Want ik wil niet dat die geselecteerd zijn. Dat vlak ook niet. Dit moet eventjes heel precies. Je kunt ook even inzoomen. Kun je goed zien dat die lijn blauw is, want dan moet die niet zijn. Deze idem dito, hetzelfde. Ik wil dat die tot hier, dit moet de laatste lijn zijn die geselecteerd is. Blauw wil zeggen dat die geselecteerd is. Oké, nu heb ik wat ik wil. Heel de buitenkant van het huis is geselecteerd. Als dat gebeurd is, dan klik je op de Follow Me tool. Dus eerst had je op dat pijltje geklikt, selecteren van de lijn. Dan de Follow Me tool.
klik. Dan verdwijnt jouw selectie. Dan denk je van, ja, ik heb net alles geselecteerd, nou is het weg. Nee, geen paniek. Nog even nergens klikken, behalve op het vlak wat jij die lijn wil laten volgen. En dat was dit vlak. Als ik nu hier klik, maakt hij een band rond het hele huis. Kijk maar. En even een beetje ronddraaien. Rond het hele huis is nu een mooie band gemaakt. En zo kun je de Follow Me tool gebruiken. Je kunt hem ook gebruiken om dit soort structuren te maken. Torentje, minaretje. Dit kun je eigenlijk alleen met de Follow Me tool maken. Ik zou niet weten hoe je het anders zou moeten doen. Oké, hoe maak je nou zo'n toren? Je begint met een vierkant op de grond te tekenen. Die maak ik even 5x5. Dus ik typ 5.5. Enter. En dan gebruik ik de push-pull tool. Duwtrekken. Om die omhoog te werken. Dan heb ik alleen dit vlak nodig. Dus ik kan met de gum tool weghalen wat ik niet nodig heb. Alleen dit vlak moet overblijven. Dus dat kan weg. Even draaien. Zo. Ik verplaats die rechthoek even een beetje naar links. Dat ik wat meer ruimte heb. Die niet zo dicht bij dat torentje hier staat. Even kijken hoor. Is het goed? Ja. Oké, wat is nu de truc? Dit wordt de helft van mijn torentje. Dus als je deze door midden zou snijden, dan zou de rechterkant, dat wordt dit vlak. Even heel simpel gezegd. Ik begin met de grove structuren aan te brengen. Door middel van de rectangle tool, dus deze. Het wordt een iets breder torentje dan dit smalle minaretje. Oké. Vervolgens ga ik deze tool gebruiken, die heb je in deel 2 al gebruikt, de two-point arc. Daar kun je bogen mee maken. Klik op het ene punt, klik op het andere punt en maak een boog. Je hoeft trouwens niet binnen dit vlak te blijven nu, je kunt ook daarbuiten klikken. En iets heel exotisch maken. Je maakt maar gewoon wat jij mooi vindt. Even kijken. Ik denk dat dit wel een probleem is. Hij moet wel binnen het vlak blijven. Oh, dat is die ook. Nee, is geen probleem. Dit kan allemaal nog. Je moet allemaal bogen, lijnen, wat je maar wil tekenen. Maar wel binnen dit vlak blijven. Oké. Ik maak nog wat meer vormen. Heb ik hier een probleem en dat is dat ik niet weet waar die rand is. Dus ik wil hier precies bovenuit komen. Dat kan ik oplossen door die even aan te raken en dan naar boven te gaan. Dan komt er een stippenlijn en die helpt mij daarbij. Dan zorg ik ervoor dat die wel aan de rechterkant van die stippenlijn blijft, die boog. Dat kan zo of zo, dat maakt niet uit. Maar niet eroverheen. Dus zo bijvoorbeeld. Oké, dan moet ik de figuur sluiten. Wel dicht zijn. Dus dat doe ik zo. Oké, als je ziet, ik heb een heel exotisch figuurtje getekend. Dan moet ik even die lijnen die ik niet nodig heb, die moet ik even weghalen. In de buitenste lijnen van het torentje dat ik wil, heb ik, oh, ik ga hieronder nog even een boogje maken. Dat is wel mooi. Zo. En ik ga nog iets doen. Ik ga hier nog even iets maken. De rectangle tool. Op deze manier. Oké. Alle lijnen die ik niet nodig heb, ga ik nu weghalen. Dat doe ik met de gum tool. Die kan weg. Die kan weg. Alleen de buitenste lijnen van wat ik dadelijk ga gebruiken, die blijven staan. De rest gaat weg. Dus die kan weg. Even kijken. Ja, die kan weg. Die kan ook weg.
En hier kan nog het een en ander weg. Die kan weg, en die kan weg, en die kan weg. En die kan weg. En die ook. En die ook. Even kijken. Ja, dit is wat je overhoudt. Gewoon de buitenkant van jouw figuur. Dan wil ik dadelijk dat die hier een rondje maakt. Dan krijg je die vorm die je hier ziet. En om dat te doen, moet ik een rondje op de vloer tekenen. Op de grond, zeg maar. Dat kan met deze tool. Maar je zult vlug een probleem krijgen. Dat hij in het verkeerde vlak gaat tekenen. Dus je zou hier kunnen beginnen en dan een rondje tekenen. Maar dan ga je in het verkeerde vlak een rondje tekenen. Oké, de oplossing daarvoor is even een beetje draaien. De Rotate tool selecteren. En dit is wat ik wil. Ik zie nu aan het rondje dat dit in het goede vlak is. Op het moment dat ik hierop ga staan, dan verandert dat. Dan krijg ik allerlei. Dan zou die gaan roteren. Dat is overigens de verkeerde tool die ik pak. Ik heb deze nodig. Maar dan blijft hetzelfde. Als ik hierop ga staan, dan wordt het rondje rood. Dus je hebt deze tool nodig, hè? De Circle tool. Als ik hier ga staan. Nou, dit is goed, als die blauw is. Mocht dat nou een probleem zijn, dan ga je eerst ergens anders staan. Als je ziet van, ja, dit is het vlak waarin ik wil werken, waarin ik daar een rondje wil maken, dan hou je de Shift-toets ingedrukt. Wat er ook gebeurt, hij gaat nu tekenen in die richting, in die dimensie. Oké. Ik teken nu de cirkel op deze manier. Dus dit wordt de binnenkant van mijn structuur en dit de buitenkant. Nou, hoe werkt de Follow Me tool? Ik heb eigenlijk die binnenste helemaal niet nodig. Die kan ik gewoon weghalen. Ik klik op de Select tool. Ik klik even op het midden. Dus niet de lijn, alleen het midden. Dat vlak, dat kan weg. Ik heb alleen die lijn nodig. Dan selecteer ik die lijn door die te dubbelklikken. En dat is hetzelfde als daar straks met het huis. Hebben we eerst de onderkant geselecteerd. Die lijn moet die structuur, dit vlak volgen. Dus eerst de lijn selecteren. Dan klik je hier op de Follow Me tool. En dan klik je op het vlak wat rond moet gaan. En dan krijg je dit. Zo kun je de meest mooie exotische structuur maken. Ik geef eens een paar stapjes terug, want dit is wel heel belangrijk. Dus die cirkelteken, dat zal wel lukken. Die vormteken, dat lukt uiteindelijk ook wel. Wat heel belangrijk is, is de volgorde waarin je nou die Follow Me tool moet gebruiken. Dus eerst de Select tool. Dan ga je de lijn selecteren die vorm dadelijk moet, die het vlak dadelijk moet volgen. Oké. Dan klik je pas op de Follow Me tool. En dan klik je op het vlak. Dus niet op de lijn, maar op het vlak. Dan krijg je de structuur die je wil. Nou, dan kun je dit soort dingen maken. Oké, dat is even genoeg over de Follow Me tool. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.